Cultuuragenda. Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Nou, aan u het eerste woord. Ik ben Huub Stevens en ik hoop dat de meeste Limburgers mij wel kennen, ja. Ja, en als ze je niet kennen, hebben ze iets gemist, hè? Mag ik tutoyeren trouwens? Ja, natuurlijk. En daarnaast? Nou, mijn naam is Sjaal Hanzer. Ik heb een paar jaartjes bij Rode IC gevoetbald. En ik denk dat de mensen in Kerkrade vooral mij wel degelijk kunnen. Ja, en ook mensen buiten Kerkrade die jou tegen zijn gekomen in de voetballerij, hè? Die weten dat ook wel. Die weten ook wel, ja. Nou, misschien komt voetballerij in de praktijk ook nog wel even voorbij, maar daar gaat het vandaag niet over. We gaan het vandaag hebben, Huub, even in het kort. Waar gaan we het over hebben vandaag? Nou, ik denk dat we het gaan hebben over Nieke Wolter-therapie. Een therapie die er is voor mensen die in de problemen gekomen zijn. En Jean en ik, we zijn twee van een groep mensen die zich bij elkaar gevonden hebben. En het is echt een fantastische groep die samenwerkt om deze mensen weer aan het werk te krijgen, op het goede pad te krijgen en op een leuke manier die mensen in 4 tot 6 weken te begeleiden en ze weer zoveel ondersteuning te geven dat ze weer een basis hebben om verder te komen in hun leven. Ja. Huub, hoe ben jij in aanraking gekomen met die therapie, zeg maar? Nou, dat is ongeveer, denk ik, 1,5 jaar, 2 jaar geleden dat Roberto Penino mij belde en of ik er iets voor voelde om een gesprek te hebben met Nieke Wolters over een begeleiding van mensen. Mm-hmm. En we hebben elkaar getroffen in Nederweert op de helft van Eindhoven Kerkrade. En ik was direct onder de indruk van het verhaal van Nico. Want dat kon ik niet zo goed. Ja. Ik wist niet dat Nico zelf vroeger ook in de jeugd gespeeld had bij Roda. En dat hij door een ziekte is moeten stoppen. En dat hij nadien dan, bij wijze van spreken, zijn studieboeken heeft geraadpleegd en zelfs tot dokter bereikt heeft. Ja, dat is fantastisch. Als je ziet wat die man, bij wijze van spreken, en Jan weet dat nog veel beter, bereikt heeft in zijn leven tot nu toe, wat hij daarvoor heeft moeten laten en moeten doen, ja, dat is echt fantastisch. Mm-hmm. Jan, Nico Wolter, jij kende hem uit de tweede elftal van Roda JC, hè? Ja. Ik heb met Nico samen gevoetbald en ik ben er gewoon eerlijk in. Nico was een veel betere voetballer dan ik. En op een gegeven moment, hebben we gevoetbald op de tweede van Roda en Nico zijn contract werd niet verlengd. En de manager vroeg hem van Nico, wat is er eigenlijk aan de hand? Dan zegt Nico, ik heb overal pijn. En zo is dat eigenlijk gaan rollen. Nico is dan bij zichzelf, heeft hij nagedacht van wat ga ik doen. En Nico is een hele slimme jongen, dus Nico is weer beginnen te leren. Is weer naar de school gegaan. Nou, hij is afgestudeerd, is dokter geworden en zo. Doctorandus, hè? Nico had altijd gezegd, wat ik later wil gaan doen is mensen die in de problemen komen, die door een scheiding, door ontslagen worden in het werk, die wil ik weer terug gaan brengen naar het arbeidsgebeuren. Mm-hmm. En dat was Nico's een grote droom, om mensen weer te begeleiden tot ze weer aan het werk komen en ook weer het plezier in het leven terugkrijgen. Ja, en als je ziet hoeveel overgave die man heeft in zijn beroep, is gewoon, daar kun je gewoon alleen maar van smullen. Ik heb het toch een beetje voorbereid, hè. Ik zei nog aan Roberto dat ik dat normaal niet doe. In dit geval heb ik dat uiteraard wel gedaan. Doctorandus Nico Wolter is gedurende zijn hele carrière betrokken geweest bij initiatieven voor reuma-patiënten. Mm-hmm. Daarnaast is hij tot 2020 verbonden geweest aan de Care Innovation aan het Maastrichtse UMC. Hè. Nou, dan ben je geen kleine jongen. Daar kunnen we helder over zijn. En omdat hij zo positief ingesteld is, is hij uiteraard dat gaan doen. En Huub, dan begint dat te rollen.
Vertel. Dat is echt ongelooflijk. Ik moet eerlijk zeggen, dat gesprek in Nederweert, dat was echt fantastisch. Hoe hij het onder woorden bracht. En later ben ik gaan nadenken, waar ken ik Nico Wolter van? En toen ben ik weer helemaal teruggegaan in mijn situatie, waar ik hem zou gezien kunnen hebben. En niet als voetballer. Maar hij was in een vriendengroep van Leo Ehle. Mm. Die wat ook bij Roda gespeeld heeft. Ja, ja. En daar kende ik Nico van. Mm-hmm. En niet dat ik veel met hem gesproken heb of wat dan ook. Maar ik herkende hem terug van de tijd dat Leo Ehle bij Roda speelde. Mm-hmm. En zodoende wist ik op een gegeven moment, hey, dat is die Nico Wolter, ja, die wat toenertijd bij Leo Ehle in de vriendengroep zat. Mm-hmm. De Nico Wolter therapie, Jean, laten we even de rollen pakken van de mensen die daar werken. Hè? Want dat is heel belangrijk, de opzet van die Nico Wolter therapie. Want iedereen vraagt zich natuurlijk af, hoe komt die Jean Hanze daar in godsnaam bij terecht? Ik ben eigenlijk dus door Nico benaderd en Nico had altijd tegen me gezegd van, Jean, luister, zegt hij, eens, zegt hij, dan zul je nog eens iets voor mij gaan doen, zegt hij. Want wat jij van mentaliteit hebt, wat jij van instelling hebt, zegt hij, ik ben met iets bezig. Hij zegt, en als dat doorgaat, zegt hij, wil ik jou graag erbij hebben. En zo is dat eigenlijk gaan rollen. Mm-hmm. Kijk, en iedereen denkt dat wij die therapie zijn het doen en je denkt van, oh, dat is een uurtje, gaan ze met je bezig. Nee, het is namelijk zo, de mensen die komen 's morgens om 8:30 al. En die zijn tot 4 uur met ons bezig. Dat betekent dat die mensen 's morgens gaan wandelen, waar ik zelf ook bij ben. En dan daarna gaan we een kop koffie drinken. Dan gaan we naar de zaal in, waar oefeningen gedaan worden. En ik wil je vertellen, wij pakken iedereen hoe die is. Dat betekent, de ene is iets zwakker, de andere is iets sterker. We werken met iedereen naar hoe sterk, hoe fit dat die is. Mm-hmm. Nou, daarna gaan we rustig wat eten en dan gaan ze 's middags naar het zwembad in. In het zwembad worden alles oefeningen gedaan. Mm-hmm. En daarna gaan ze dan nog in de sauna. Dat betekent dus dat iedereen die komt, niet 1 dag in de week, nee, 5 dagen in de week, van 's morgens tot na de middag, bij ons bezig is. En dan moet je denken, er zijn bij ons, er zijn mental coachen. Dat is u bij, daar ben ik bij. Daar is Jean Martinet bij. Eugène Martineau, de tienkamper. Daar is Mirjam bij. Ja. En daar is de handbiker bij. Mitch Verliezen. Die is erbij. Dat zijn de mental coaches. Daarvoor hebben wij nog jongens van Ben Wijkel, van de fysiotherapie. Daar zit Ryan, daar zit André, Maaike, daar zit zoveel, Melvin. Die zitten allemaal erbij. En dan heb je nog doktoren erbij, dan heb je nog arbeidsdeskundigen erbij, Nico zelf is erbij, ja. Noem ze allemaal op. Maar wat heel belangrijk is, wij vormen een team. Mm-hmm. Iedereen weet van elkaar wat je kent, iedereen weet van elkaar wat we doen moeten om die mensen, en het zijn mensen die hebben gewoon een steuntje in de rug nodig. Er zijn mensen die hebben het thuis moeilijk. Er zijn mensen die hebben misschien een scheiding achter de rug. Dat is allemaal. En die mensen willen wij weer graag gezond in het arbeidsleven terugbrengen. Mm-hmm. Met veel plezier. Mm-hmm. Kijk, ik ben iemand, jullie kunnen me. Ik kan behoorlijk goed praten. Maar wat is belangrijk bij die mensen? Je moet die mensen het vertrouwen geven dat ze zich thuis voelen. Mm-hmm. Dat ze zich voor je gaan openen. Dat betekent, ik doe wandelen met die mensen en dan praat ik heel veel met die mensen. Want ik wil dat ze gerustgesteld zijn. Dat ze plezier in datgene hebben waar ze nou mee bezig zijn. Huub, als jij wil aanvullen, mag je dat? Hij is lekker aan praten, dus laat hem lekker praten. Wat Sven zegt, ja, nogmaals, dat is gewoon het totale beeld. Mm-hmm. Ja? En als mentale coach praat je over jezelf en probeer je uit te leggen hoe jij met tegenslagen omgegaan bent. En nogmaals, en de een doet het op deze manier en de ander doet het op die manier. En ik denk dat we een team hebben die dat heel erg goed kunnen verwoorden. En die, bij wijze van spreken, ook doordringen tot de mensen. Want als je de resultaten ziet
Ja, dat is echt fantastisch hoe die mensen na 4 tot 6 weken daar uitkomen. Ja, dat is echt fantastisch. Ja? En de voorbeelden zijn er. Huub, ik krijg een vraag van een kijker. Die zegt, welke rol speelt de gemeente Kerkrade daarin? Nou, op dit moment een hele goede rol. Ik kan alleen maar lovend zijn over het feit hoe de samenwerking op dit moment is. En ik heb ook wel eens een keer iets anders gezegd. Maar op dit moment loopt dat gewoon perfect. En laten we ook hopen dat dat over langere tijd zo blijft. Want die samenwerking die is heel goed. Ja. Sjaan, heb je daar iets aan toe te voegen? Ja, ik wil ook nog eens onderstrepen dat het natuurlijk schitterend is dat die gemeente echt achter ons staat. Mm-hmm. Ik denk dat ze ook gezien hebben hoe de resultaten zijn. Maar één ding moeten we niet vergeten. We zijn nou over die mensen praten en ja. Niemand weet eigenlijk hoe wij aan die mensen komen. Kijk, die mensen worden van de gemeente uit, worden ze eigenlijk gestuurd. Maar er zijn ook mensen die in de bijstand zitten of die een uitkering krijgen, die zichzelf ook kunnen melden. Mm-hmm. Want dan kun je rustig naar het Viergebouw komen, naar de Nico Wolter therapie, en je komt daar naartoe en je gaat jezelf aan. Als je meent van dat je het nodig hebt, heel, heel graag. Dus ja, want dat is heel helder wat je daar zegt. Want die vraag was de volgende die ik overigens ook wilde stellen. Voor wie is die therapie allemaal? Nou, het is in ieder geval niet zo, zoals het vaak in de publiciteit gebracht wordt, dat het voor sociaal zwakkeren is. Want dat is helemaal niet waar. Ja. Juist het tegendeel. Mm-hmm. Wij hebben mensen die net zo goed dat jij of ik, ja, daarin terecht kunnen komen. Zijn zoveel mensen die in problemen kunnen geraken. Mm-hmm. Door een burn-out, door een ongeval, door wat dan ook, ja, kun jij in de problemen geraken. En dus we moeten niet gaan praten over zwakkeren, want dat zijn geen zwakkeren. Juist het tegendeel. Ik denk dat het juist een sterkte is van de mensen om bij wijze van spreken in die therapie te geraken. Ja, want die mensen die gaan toch een weg bewandelen, ja, die voor hun ook niet eenvoudig is. En daarom praat ik niet over zwakkeren, ik praat over sterken. Ja? Want nogmaals, ik kan alleen maar zeggen, de mensen die waar wij mee gewerkt hebben, ja, die geven ook het vertrouwen terug aan ons. Mm-hmm. Ja, want dat is ook zo. Kijk, wij proberen vertrouwen aan hun te geven. Wij vertellen het verhaal, we werken met ze. Maar het is niet van één kant. Deze mensen komen ook met verhalen naar ons toe. En dat moeten wij ook weer managen. Kijk, dat is prachtig dat je dat zegt, Huub. Maar kijk, je hebt mensen die trekken dan inderdaad de stoute schoenen aan en die zeggen van, goh, ik ga eens even naar dat Vie toe. Ik ga daar eens even kijken bij de Nico Wolter therapie. Ja. Maar er zijn ook misschien mensen die denken, oh, Huub Stevens, oh, Jean Hansen, oh. Hoe kunnen we die mensen een zetje in de rug geven dat ze toch, ja, daar wil ik dit op zeggen. Hè? Ja. Als je bij wijze van spreken mensen hebt die in die therapie meegedraaid hebben. Ja? Als je ziet hoe die binnenkomen. Mm-hmm. En je ziet ze dan na 4, 6 weken. Dan zie je andere mensen. Ja, dat denk ik. Dat is echt ongelooflijk. Met wat voor vertrouwen dat die je tegemoet treden. Mm-hmm. Dat is fantastisch. Ja? Met welke uitstraling dat deze mensen aan een tafel gaan zitten en met elkaar discussiëren over allerlei problemen. Mm-hmm. Dat is echt ongelooflijk. Mm-hmm. Luister, als we dan praten over de mensen waar wij mee gewerkt hebben, op wat voor manier dat zij die 4 tot 6 weken beleefd hebben. Als je Rob neemt, bij wijze van spreken, die je zelf ook kent. Ja, Rob, ja, ken ik ook. Hey Rob. Ja, bij wijze van spreken. Ja. Maar als ik dan Rob zie hoe die bij wijze van spreken binnenkwam en dat hij na 4 tot 6 weken, ja, dan zit er een heel ander mens aan tafel. Mm-hmm. En die wat veel opener is en over zichzelf praat. Ja? Mm-hmm. Ja, en dat geeft vertrouwen. Mm-hmm. En dat vinden wij voor ons ook leuk. Ja? En bevestigt eigenlijk ook de therapie.
Ja. En Rob zit trouwens nu in de selectieprocedure ergens. En ik hoop dat hem dat gaat lukken en veel succes daarbij. Maar ja, hij moet even wachten, want de selectieprocedure duurt iets langer. Ook in verband met screenen en dergelijke. Nou ja, goed, dat hoort er allemaal bij. Dus ja, hij is in ieder geval helemaal positief. Rob zei tegen mij dus van... Ja, Jean Hans is een gek als je met die gaat wandelen. Ja. Gek in de positieve zin van het woord. Ja, ja, kijk, als wij wandelen zijn, en ben ik eerlijk in... wandelen is voor mij praten met de mensen. Mm-hmm. Wat ik heel belangrijk vind, achterhalen waarom mensen in een gat zijn gekomen. En, ja. En dan ben ik met Rob het praten... Daar krijg je vertrouwen van die jongen, wat heel belangrijk is. Mm-hmm. En dan opent hij zich ook. En dan zie je dan, als je dan begint, ietsjes terughoudend... en dan op een gegeven moment begint hij los te komen... en dan zie je hem elke dag zie je hem sterker. Hoe win jij dat vertrouwen? Hoe voel jij dat iemand helemaal klem zit en hoe haal je hem eruit? Zonder natuurlijk de geheimen van je vak te vertellen. Ja. Kijk, ik heb een meisje gehad, of een meisje, een vrouw bij ons, die zei op een gegeven moment, zegt hij, ja, begraven, zegt hij. Zeg, welke graven? Zeg, als jij begint te praten, dan worden de mensen zo rustig daarvan. Mm-hmm. Kijk, ik heb een meid bij ons in de groep gehad, Alvera. Die is vaker de laatste maanden in het crematorium geweest dan dat hij al ergens is geweest. Mm-hmm. En dan ga je met zo'n meid praten. En ik ben er gewoon eerlijk bij. Mm-hmm. Ik ga er met zo'n meid praten. En Huub heeft het meegemaakt dat we met elkaar zijn. Dat die meid er ook bij was. Ja. Tot er tranen vloeien. Ja. Mm-hmm. Dat er vloeien er ook tranen bij mij. Want dat doet mij veel. Mm-hmm. En dan ga ik praten onderweg met die meid als we wandelen zijn. En dan krijg je vertrouwen. En dat meisje voelt zich dan veel beter. Dan gaat het ook in het hoofd bij dat meisje beter. Mm-hmm. En ik heb een erbij die heeft meegewandeld. Dan zit ik mee bij de dokter en die noemt gewoon op een gegeven moment, zegt die Jean is als de vader voor mij. Mm-hmm. Begrijp je, dan gaan mensen gaan zich dan openen voor me en ik ken dan de problemen van die mensen, daar kan ik op inspelen. En dat is we zijn een team en we moeten ervoor zorgen dat die mensen zich goed voelen. Even voor mijn beeldvorming, jij zei net, en dan zit ik daarbij, bij de dokter. Welke rol speel jij dan bij de dokter? Welke rol speel ik daarbij? Laat ik het zo zeggen. De voortgang van iemand? Nee, die mensen vragen zelf erom. Ja, als ze bij de dokter die gaan. Eigenlijk is het op één gesprek met de dokter. Mooi. En die vragen dan zelf erbij, mag jij erbij komen zitten? Mooi. Dat is gewoon, ja. dan is het een gevoel van mij van, ze vertrouwen me volledig. Ja, dat wil ik dan zeggen, want dan halen ze je niet erbij. En ja, en dat wil ik ook per se overbrengen op de mensen. Kijk, ook voor de nieuwe mensen die nou komen. Daar heb ik ook, daar zeg ik, heb ik vandaag al tegen gezegd, luister, ik ben daar voor je. Het maakt mij niks uit wanneer, kijk, normaal naar je werk, is degene die het handynummer geeft, nee. Maar ook als er problemen thuis zijn, of is er gaal wat, mogen ze mij bellen. Mm-hmm. Wij zijn voor die mensen daar. Mm-hmm. Maar dat is iedereen. Het hele gebeuren bij ons. Als je de mensen allemaal pakt, als je Mirjam pakt, Mirjam is dan ook een mental coach, maar Mirjam is een meid die heel veel verstand heeft. En die heel rustig praat met je. Mm. En als die met je praat, dan worden de mensen ook rustiger. En die mensen hebben wij in onze gelederen. En daar zijn wij blij mee. Ja, maar het is ook zo, als bij wijze van spreken een mental coach zijn sessie afwerkt. En dat heb ik ook altijd gezegd. Ja, dan is één ieder van ons ook... van harte welkom. Om erbij te zijn. Om mee te praten in het geheel. Want we zijn een team. Mm-hmm. Ja, en dat team dat moet het voor elkaar krijgen om die mensen weer op het juiste spoor te krijgen. Mm-hmm. En dan moet ik ook weten wat bewijzen zijn met hun bespreekt. Ja? Of wat hij doet met die mensen. Ja, en net zo goed dat Jan dat ook van mij moet weten... wat ik voor een praatje hou naar die mensen toe. Mm-hmm. Ik denk dat dat alleen maar een goede zaak is. Ja, maar als je ziet dan, hè, als Huub doet dan ook zijn praat... hoe Huub geweest is, was geen makkelijke man. Denk eraan. Hè. Oh, ga je nou... Nee, daar gaan we niet over hebben. Ik heb het meegemaakt als Nee, maar dat hoeft toch ook niet? Maar begrijp je, maar Huub is dan een... Huub is eigenlijk harder dan ik. Maar Huub gaat dan met die mensen praten... en die heeft dan zijn weg... Die gaat die bewandelen. En Huub is een van wie die weg niet mee bewandelen wil.
Je hebt pech. Je zit op een karretje. Ja. En dan gaat iedereen gaan meewerken. En doe je niet meewerken, dan word je van een karretje afgezet. En dat is wat hem zo ontzettend sterk maakt. Kijk, hij kent dat op die mensen ook over. En dan gaan die mensen denken van... Het gaat niet van een luie dakje. Nee. Het gaat niet vanzelf. Ja. Ik moet er iets voor doen. En dat is belangrijk. En dat maakt hij ze waar. En dat is ook duidelijk, want dat zeg je ook tegen ze. Ja? Wij zijn niet belangrijk. Zij zijn belangrijk. Mm-hmm. Zij moeten het ook doen. Mm-hmm. Ja? Wij kunnen het niet voor hun doen. Zij moeten het zelf doen. Ja? Want die motivatie moet je ook bij de mensen neerleggen. Dat ze het zelf moeten gaan doen. Mm-hmm. Ja? Want straks zijn wij er ook niet. Ja, als ze bij wijze van spreken weer teruggekeerd zijn in de maatschappij. Ze kunnen altijd, en dat heb ik gezegd... ze kunnen altijd nog telefoneren, contact hebben met ons... op wat voor manier dan ook. Ja? Mm-hmm. Helemaal geen probleem, maar ze moeten het zelf doen. Mm-hmm. En dat is belangrijk, dat ze dat ook meekrijgen, dat ze dat weten. Ja? Dat het leven verder gaat voor hun. En dat rugzakje geven jullie mee hoe zij daarmee om moeten gaan... Ja. Op het moment dat ze bij jullie weg zijn? Ja. Kijk, dat was belangrijk. Dat wilde ik even horen. Het gaat ons erom. We hebben op dit moment met de gemeente Kerkrade een hele goede samenwerking. En ik hoop ook dat andere gemeentes, bij wijze van spreken, daar een vervolg aan gaan geven. Dus Parkstad breed en ook daarbuiten. Dat kan allemaal. Ja, dat mag ook allemaal. Ja. Mag rustig. Ik kan het eigenlijk niet begrijpen. Kijk, ik denk dat het Nico Woltertherapie toch al iets bekend is. En ik kan niet begrijpen dat gemeentes van Heerlen, van Landgraaf, noem ze allemaal op, dat die niet reageren. Want ik denk dat het voor hun ook ten goede komt. Want alle mensen die in de bijstand zitten op een hele uitkering, komen daarvoor in aanmerking. En ik denk dat het voor de gemeente ook. En vooral waar het ons om gaat, voor de mensen die het nodig hebben, dat die zich melden kunnen en dat de gemeente zich ook melden bij ons. Oké. Okay. Ik wil even de namen noemen met jullie goed vinden. Hè? Dr. Anders Nico Wolter, uiteraard, de grondlegger van de Nico Wolter-therapie. Dr. Anders Richard Bongers, Dr. Blanke, Mitch Valize, Huub Stevens hemzelf, Eugène Martineau, Eugène Hanze, Mirjam Arets en Ben Wijkel. En, ja. Maar dan vergeten we nog enkele namen. Ja? Maar dat is ook helemaal niet belangrijk. Het is een team. Mm-hmm. Ja? En dat team dat functioneert op een fantastische manier. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Want er zijn nog meerdere namen die genoemd kunnen worden. Maar dat vind ik ook niet zo belangrijk. Het gaat erom dat we als team functioneren. Mm-hmm. Ik wil in ieder geval Roberto Panino even bedanken... voor de contacten tussen Huub Smeets Huub Stevens. Hoe kom ik nou aan Huub Smeets? Ja, ze zeggen altijd... Oudspeler. Scherp blijven tot de laatste minuut. Nee, ik gooi altijd zo'n flauwekul grapje erin. Nee, flauwekul. Natuurlijk, Eugène Hanze. Hij heeft het contact met jullie gehad, zodat jullie vanavond hier zijn. Waarvoor mijn grote dank, Roberto. En Roberto komt binnenkort ook bij mij voorbij. Maar dat is weer wat anders. Maar, Ik wil nog even inhaken. Ja. Kijk, we noemen alle namen. Het zijn schitterende namen, mooi. Maar ik wil in ieder geval een paar andere namen gaan noemen. En dan noem ik Maaike, dan noem ik Ryan, dan noem ik André. Ja. En dan noem ik Melvin. Dat zijn de mensen van Ben Wijkel. En zonder die mensen... kunnen we helemaal niks. Dat zijn fysiotherapeuten. Die zijn zo goed met die mensen bezig. Ja. Voor bij deze, nog eens dankjewel wat jullie voor elkaar krijgen om die mensen te helpen. Mm-hmm. Ja, de fysiotherapeut is heel belangrijk. Ja, tuurlijk. Ja. Het is vaak één op één werken met mensen en ook met mensen praten, wat ze doen, is gewoon perfect. En nog eens hartelijk dank voor hoe jullie je werk doen. Nogmaals, bij deze een oproep aan alle gemeentes in de Parkstadregio en verder buiten. Hè? Gemeente Kerkrade doet het al, dus wat les jullie, zou ik zeggen. Hè? Nogmaals, gemeente Kerkrade doet het op dit moment fantastisch, wat ik al gezegd heb. En we hopen dat het een voorbeeld is voor andere gemeentes en dat die gaan volgen. Ja. Willen jullie nog ergens op terugkomen of iets toevoegen? Nee, het was mij betreft was het gezellig, ja. Ja, wij doen ons best, hè. En ik voel me zeer gecharmeerd dat jullie alle twee bij mij in de uitzending waren. Het was topic vandaag bij Soccer News, maar dat hebben we even recht getrokken. Hè. Het is niet voor de zwakkeren in de samenleving, nee. Absoluut niet.
Dank voor jullie komst naar de studio. En dan spreken we toch een dialectwoord wat Lex Nelissen altijd zei. En ja, ik heb het gewoon van hem overgenomen. Als gasten hier zijn geweest, dan zeg ik altijd Jodheem en Adiewa. 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 Ja. Dankjewel, mannen. Dankjewel. Dankjewel, heer.